Ik ben Marvin, ik ben 35 jaar. Ik ben de wijkagent van de grensdorpen van de gemeente Hulst. En ik ben trots op Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben het in die palen. Nog niet? Nee, maar bijna. Het is een stuk van Zeeland wat heel erg mooi is qua natuur. Mooie fietspaden, goede restaurants ook, leuke horeca. Sympathieke mensen natuurlijk sowieso, maar ik voel me hier echt thuis. Ja. Even jullie parkeerkaart, of niet? Ja, ja. Mag ik die eens even zien, alsjeblieft? We zijn nu in de binnenstad van Hulst. En de achtergrond is de basiliek te zien. Dat is eigenlijk toch wel het typerende kenmerk voor Hulst. En misschien wel voor heel Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk wel. Nee, prima. Het is in orde. Ja, ik ben een aantal jaren werkzaam bij de politiebureau in Hulst. Eerst in de noodhulp, zeg maar gewoon het uitvoerende op straat. En in januari ben ik wijkagent geworden van de grensdorpen van de gemeente. We staan nu net op de Grote Markt. En dit is ook de kern van Hulst. We hebben een hele mooie markt. Ik heb 4 jaar in Amsterdam gewoond. Bij de politie heb ik daar gewerkt, van 2004 tot 2008. En eigenlijk altijd vanaf het begin het gevoel had van, ik ga altijd terug naar hier. Dat trekt toch op een bepaalde manier. En wat ik vooral miste is de ruimte. En mensen zijn zo gehaast. Mensen in de stad Amsterdam zijn wel wat harder. Op zich is dat wel fijn, want als mensen wat recht door zee zijn, weet je meteen waar ze aan toe zijn. Ik sta nu op de grens bij Kapellebrug, de grens overal met België. En dit is mijn wijk, waar ik wijkagent ben. Dus ik ga hier eventjes op snelheid meten of de mensen zich aan de snelheid houden. Het mooiste is als je overlastmeldingen krijgt of dat mensen te hard rijden. En je gaat daar staan, en je gaat het met collega's op snelheid meten, zijn het vaak de mensen uit het dorp zelf die te hard rijden. Dus de klacht komt van de bewoners, maar de bewoners rijden uiteindelijk zelf te hard. Die vrouw rijdt zonder rijbewijs. Maar daar kan ik nog niet achteraan. Dat is België, daar mag ik niet in. Dus ik zal er zeker van de week langs zijn en ik krijg zelfs nog een procesverbaal. Want dat is de tweede keer dat ze het namelijk doet. Je moet vlot meerijden met het verkeer, je moet mee kunnen. En als ik het zo zag vanuit de achteruit, was hij druk in gesprek met iemand anders. Dus zijn hoofd zit niet bij het autorijden. U rijdt 60 waar u 80 mag. Ik zie dat u de achteruit heel druk in gesprek met de persoon naast u. Ik krijg niet eerder dat u met autorijden bezig bent. U rijdt niet vlot mee met het verkeer. En dat is ook gevaarlijk, want mensen die gaan inhalen op plaatsen waar het niet kan. Omdat ze ongeduldig zijn en vervolgens heb je een zware ongeval. Sommige mensen zijn heel zenuwachtig als je ze aan de kant zet. Hoe vaak worden gecontroleerd door de politie? Ja, vrijwel nooit. Dus zo'n uniform maakt soms toch wel indruk. En als jij gewoon relaxed bent, dan zijn mensen relaxed terug naar je. Dus in Vlamingen is in het begin gesloten. Daarna, als je maar beter leert kennen, echt wel heel open en heel eerlijk. En ook wel heel erg nuchter hoor. Met beide benen op de grond staan en niet te veel flauwekul. Trots op Zeeland? Kijk ook op onze Facebookpagina.